oorbellen bij je. Waar ligt die? Daar. Oh, daar wat vlaggen. Ja. Ja, kijk, de hele grens overgang. Ja. Ah, dat heb ik eerst de kinderkamer op kijk als het ergens van de foto's. Ja. Dus wij willen hem eigenlijk, er zit hier een bosje naast. En daar willen ze hier naar het ploffen. De grond van die detoneren, dit helemaal en dit ligt van de scherp. Daar is de grote ligt er een beetje aan. Ja, op zich zit het nog wel redelijk in de kleur. Dat komt ook omdat het een beetje klei grond is. Je ziet hier nog een hele mooie groene band zitten en een beetje grondkleur, een beetje okerig. Ja. En aan deze zijde zat dan. Ja. Dus en dan zie je het op een hoogte, die zit nu aan de andere kant. Als je foto van bovenaf. Oh, checking was. Oh. Ja. Wat ben je? En ik denk dat die met. Want ik weet niet hoe vaak dat hier geploegd wordt. Mm-hmm. Als je hier zo kijkt, kan hij misschien wel eens aangetikt zijn. Ja. Inmiddels heb ik iemand pas weten te krijgen, maar die gaat aan die jongen. Okay. Ik vind een knal gaat voor. Rust afgezonken munitie. Grote jongen. Ja. Oh, dus dat is helemaal vol volgens mij met munitie. De zee op, gaten erin gestoken, dat vind ik mooi naar beneden zonken, dat is een. Maar hoe oud is zoiets? 75 jaar. Godverdomme, heb ik de accu leeg. Mama gaat opfilmen. Nee, want ik heb de telefoon vol. Dan moet je met mij maar filmen dan. Ik heb wel een telefoon. Maar hoe kan je het? Ja? Oh. Neem jij het op? Ja. In 3, 2, 1. Zo hé. Yo. Bingo, hebbers. That's okay. Oh, dat is ook wat. Ja, okay. Ja, alles wat wij hebben. Leuk man. Nou, dan zie je toch nog wat zo'n dingetje kan, hè? Het beste. God. Ja. Dat is een beetje de scherf die er nu afkomt. U erop geplakt? Nee, de ontsteker van de bom zelf. Oh. En dan de voorzijde. Hier, lees ook.
En waar is dan de kans dat hier nog meer van die dingen liggen?